Urker softwarebedrijf Scrapper heeft software die volgens het bedrijf nu in deze fase van coronacrisis kan helpen bij de puzzel om 1,5 meter afstand tussen mensen te bewaren binnen scholen en bedrijven. En we hebben verbinding met Rinke Brands van Scrapper. Rinke, ja, het klinkt heel logisch, maar ook heel ingewikkeld. Het is een softwareprogramma, maar wat is het precies? Heel simpel gezegd, een softwarepakket die zorgt voor een juiste plaatsing waar meer vraag is dan aanbod. Ja. Dan weten we eigenlijk nog steeds niks. Leg eens even uit, heel praktisch, hoe kan het ons helpen? Nou, in deze tijd van de 1,5 meter samenleving moeten we straks na gaan denken over wat gebeurt er als er scholen bijvoorbeeld weer open gaan, als we allemaal weer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Maar we hebben ons te houden aan de 1,5 meter afstand. Nou, dan zit je bijvoorbeeld in een basisschoolklas, zit je met ruimte. Er wordt gezegd, nou, laten we halve dagen naar school gaan. Dus dan heeft dat bijvoorbeeld als effect dat klassen door midden worden gehakt. Zodat er minder bezetting is, zodat kids uit elkaar kunnen gaan. Met 1,5 meter afstand. Maar hoe ga je dat nou als school zijnde zo inrichten dat het voor de ouders het praktisch en het beste ingedeeld wordt. Dus dat ze, stel rekening houden met dat ze naar school moeten of de ouders naar het werk moeten, dat soort dingen. En wij hebben een softwarepakket die daar een algoritme op los kan laten. En eigenlijk ervoor zorgt dat aan de hand van dat ouders bijvoorbeeld opgeven van, nou, ik zou die dag en die dag op dit dagdeel naar het school willen gaan met mijn kinderen. Daar de beste match voor maakt. Ja, hoe ziet het er dan uit op een dag? Want dan weet ik nog niet. Laten we even zeggen, ik wil op dinsdag werken. Dan wil ik mijn twee kinderen ook op school afgeven. En dan wat berekenen jullie dan in dat softwareprogramma? Nou, de ouders geven dan binnen ons softwarepakket op wat hun voorkeuren zijn. Binnen de mogelijkheden om de kinderen naar school te brengen. Als alle ouders dat doen over de hele school of binnen de klas, dan gaat onze software slim berekenen welke ouders of welke kinderen op welke dagen het beste naar school kunnen. En kunnen die kinderen dan ook bepalen met welk vriendje, welk vriendinnetje ze in de klas willen zitten? Als die bijvoorbeeld bij opgave aangeven van inderdaad, ik wil de maandagochtend naar school. En de vriendjes geven dat ook aan, dan kunnen we daar een match in maken en rekening mee houden. Ja, maar het kan natuurlijk ook dus voorkomen dat eigenlijk wat jij opgeeft, dat toch niet de meest geschikte dag voor je is. Omdat het dan al vol is. Nee, inderdaad. Het is, als er heel veel vraag naar is, dan zou je daar een keuze in moeten maken. En dat doet het systeem dan, om er eigenlijk voor te zorgen dat in ieder geval de meeste gehonoreerd worden, zeg maar, alle vragen. Ja, en nou is het niet zo dat jullie dit bedacht hebben voor de coronacrisis. Dit is dus al veel eerder bedacht. Waar wordt het nu voor gebruikt? Ja, we gebruiken het al een aantal jaren. In 2012 is een Nobelprijs van de economie uitgebracht voor de oplossing die wij gebruiken hiervoor. We doen het al jaren voor universiteiten, hogescholen, basisscholen. En dan bijvoorbeeld een basisschool voor een hele grote gemeente. Neem Amsterdam. Waar heel veel kinderen naar heel veel basisscholen willen. En die geven dan hun voorkeur op. Ik wil mijn kind dat hij naar die basisschool gaat of naar deze VO-school. En dan ons algoritme softwarepakket die zorgt dat bijvoorbeeld 10.000 leerlingen verdeeld worden over de juiste scholen. Hoe eerlijk is dit nou eigenlijk? Dit is het meest eerlijke uitgaande van de instellingen die we maken. Dus bijvoorbeeld een uitgangspunt die we kunnen aannemen is dat we zoveel mogelijk kinderen op hun eerste voorkeur willen plaatsen of op hun eerste dag willen plaatsen als ze naar school willen. Ja, de ouders in dit geval, we praten even over de scholen, die krijgen een linkje van jullie, die moeten een vragenlijstje invullen. Welke dagen, welke uren, welke kinderen, hoeveel. En de softwareprogramma die berekent alles uit. En de schooldirecteur die krijgt daar een uitdraai van en die stuurt iedereen persoonlijk een berichtje, denk ik dan. Klopt inderdaad. Het systeem doet de matching, dus die doet de allocatie van wie mag welke dag naar school. En stuurt er vervolgens een mailtje naar de ouders zelf. En het, dit kan natuurlijk niet. Dit hoeft niet alleen voor basisscholen, straks ook weer in het VO. Maar denk ook een hele grote universiteit, waar heel veel leraren, professoren of
studenten samenkomen op bijvoorbeeld hele grote kantoorpanden. Ja. Eigenlijk, ik kan me ook voorstellen voor grote bedrijven of bedrijven in het algemeen. Want de helft werkt thuis en het is hetzelfde op school. Straks gaan we de helft werken en de helft gaat thuis aan de slag. En dan heb je hetzelfde probleem. Oh, Rinke die verdwijnt. Het beeld gaat op. Oh, nee, je bent er toch wel weer. Rinke, ik heb toch nog heel even een vraag daarover. Want kan ik dat ook niet gewoon zelf bedenken? Heb ik daar nou echt zo'n heel programma voor nodig? In feite kan het zelf, maar waar komt nou de handigheid van het softwarepakket om de hoek? Is zodra je met heel veel voorkeuren te maken hebt en met ouders die bijvoorbeeld zeggen steeds meer parameters erbij. Bijvoorbeeld dat je rekening mee moet houden met het werkdag van de ouders, maar bijvoorbeeld ook rekening mee moet houden met hoeveel broertje of zusjes heeft deze student op dezelfde school. Al die parameters hou je rekening mee. En met hoeveel leerlingen ga je dan de matching doen? Dus het wordt steeds moeilijker en de puzzel wordt steeds groter. Ja, staan ze nou al in de rij bij Skepper? Bij jullie? Ja, we draaien in feite nu al proef met een aantal basisscholen. Eerste gesprekken zijn gevoerd met VO-scholen, basisschoolgemeenschappen, dat soort dingen. En vanmorgen bijvoorbeeld nog weer in de krant over hoe gaan we straks het openbaar vervoer opzetten. Nou, dat zijn ook dingen waar we over nadenken en meedenken. Ja, en moet je je dan heel actief aanbieden of weten ze jullie te vinden? In deze tijd denk ik dat er heel veel aanbod is met degenen die een corona-oplossing hebben. Wij moeten ons wel echt aanbieden, ja. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, door eigenlijk wel de nieuwste volgende. Net nu we horen hoe hij het doet, valt het beeld weer weg. Het is nieuws te volgen en de juiste connecties te maken daarin. Gewoon een belletje te plegen. En er komt eigenlijk altijd wel wat uit. Rinke Brands van Skepper. Mooie technologie gebruiken jullie, mooie softwareprogramma. Laten we hopen dat veel mensen jullie weten te vinden op Urk. Nou, en de verbinding is nou echt helemaal verbroken. Goed, wij bellen zo direct Rinke nog even om te bedanken. Maar we weten in ieder geval alles over de 1,5 meter afstand software van Skepper op Urk.